Het ministerie van Binnenlandse Zaken hield op 7 juni een overleg met districtscommissarissen over de verkiezingen van 2025. Directeur Nasir Eskak besprak instructies en plannen voor de efficiënte middelengebruik, waarbij ook werkgroepen hun voortgang presenteerden. Het ministerie gaat nu de voorbereidingen uitvoeren na recente wijzigingen in de kiesregeling. Missies naar het binnenland zijn begonnen. Met Brokopondo, dat is afgerond, en Marowijne als nieuwe kiesstelsel, waarin Suriname één kiesdistrict is met een evenredig stelsel en voorkeursstemmen. De regering van Suriname heeft gesprekken met vakbonden om consensus te bereiken voor de bescherming van werknemersbelangen en economische stabiliteit voortgezet. President Santokki wil een constructief dialoog voor duurzame besluiten. Uitdagingen zoals aansluitingkosten bij tariefbepaling kwamen ook aan de orde. Vakbondsexperts riepen op tot hydro-energie om waterverspilling te voorkomen. Santokki vroeg de teams om te komen tot een compromis dat zowel de samenleving als de economie ten goede komt. Minister Ruisandro Seintje van Curaçao en minister Reshma Kuldeep Singh van Suriname hadden een bilateraal gesprek om samenwerking op het gebied van handel te versterken. Curaçao wil Surinaamse ervaringen integreren in hun beleid en zoekt hulp bij toetreding tot de WTO en CARICOM. Suriname presenteerde zijn ondernemerschapsbeleid en besprak verbeterde connectiviteit, zoals uitbreiding van vluchten voor luchtvracht naar Curaçao. Een werkgroep werd opgericht om verdere samenwerking te bespreken en een handelsverdrag tussen de twee landen uit te werken.